Hoe knik ik een knikloopbuks? Voor de een is het vrij voor de hand liggend, voor de ander niet. Dus ik ga het in dit filmpje heel even uitleggen. Dit is een VMX, een Webley VMX knikloopbuks. Het zijn vrij robuuste buksen die in het begin best wel moeilijk te kunnen knikken zijn. Of in ieder geval, het is moeilijk om ze te kunnen knikken, laat ik het zo zeggen. Wat ik zelf altijd doe om hem te kunnen knikken, is ik zet hem in mijn least. Het kan in deze zijn of in deze, wat je fijn vindt. Ik hou hem altijd een beetje zo dwars naar me toe. En ik sla hier met mijn hand op de bovenkant van de loop, zodat hij knikt in eerste instantie, zoals dit. Op die manier komt de kamer vrij, waar het kogeltje uiteindelijk ingaat. En je hoeft hem niet meer het eerste knikje geven om te kunnen knikken uiteindelijk. Pak je hem helemaal bovenaan vast, zo ver mogelijk. En trek je hem door totdat je knik hoort. Dus je moet knik horen. En dat betekent dat de trekker gespannen is. Bij de Webley buksen gaat hij altijd na het spannen altijd automatisch op de veiligheid. Wat betekent dat de loop niet kan flippen doordat je per ongeluk de trekker overhaalt. Want als je op dit punt de safety doet en je haalt de trekker over, dan is je buks stuk. Dat noemen ze een geflipte loop. Klap de loop omhoog, dan gaat hij stuk. En dan moet je een nieuwe loop op je buks zetten. Zoals je ziet is hij nu geknikt. En wat betekent dat? Hij staat op spanning. Dus de loop doet dit. Als je weet dat de loop vrij hangt, dan weet je altijd dat de buks op spanning staat. Wat je nu moet doen is een kogeltje in de kamer steken. Dit is een kogeltje. Dan heb je de holle kant. De bolle kant doe je altijd naar voren in de loop. Dan duw je er zo in. Dan knik je de loop dicht. En dan ben je schietklaar. Dus als je gaat schieten, richt eerst op je doelwit. En voordat je gaat schieten, dan haal je de safety er vanaf. Leg je je vinger op de trekker. En schiet je. En als je klaar bent, vinger van de trekker, loop omhoog. En repeat. Dit is hoe je knikloopbuks knikt. Er zijn veel verschillende modellen. Bij iedere knikloopbuks werkt het in principe hetzelfde. Dus als je nog vragen hebt, stel ze in de comments below. Schrijf je in en abonneer je op ons YouTube kanaal. En wil je dat we ergens anders een filmpje van maken, dan kan je dat ook in de opmerkingen plaatsen. Check jullie volgende keer. Ik ben Travis van Shogun. Doei doei.